die gaat nog nergens geweest zijn. Wacht, ik zal het bij de buren eens vragen. Hé, Lotte, is Sinterklaas bij jullie al geweest? Bij mij nog niet. Wacht. Hé, zus, heb jij al iets gekregen van de Sint? Nee, mijn schoenen zijn nog allemaal leeg en ik heb er 3 paar klaargezet. Nee, bij Merel ook nog niks, maar dat weet ik niet wat dat wil zeggen. Hoe, jij weet niet wat dat wil zeggen? Ja, is hij nog niet geweest of zeg je niet braaf genoeg geweest? Bij mij ook nog niks. En ik ben altijd braaf geweest. Of toch bijna. Zo goed als. Af en toe. Mijn momenten. En veel maakt dat toch niet uit. En Sinterklaas zegt toch altijd dat er geen stoute kinderen zijn. Dus... Zijn jullie ook aan het wachten op de Sint? Ik zit al de hele dag aan de chauffage. Aan de chauffage? Waarom aan de chauffage? Sinterklaas komt toch binnen langs de schouw? Ja, en daarna langs de open haard. Maar we hebben geen open haard, dus wacht ik aan de chauffage. Wat een lawaai is dat hier vandaag allemaal? Die kinderen van tegenwoordig, die gaan precies niet meer vroeg slapen, hè? Wij kunnen nog niet gaan slapen. Wij wachten op Sinterklaas. Dan gaan we nog lang mogen wachten. Die gaat niet komen dit jaar. Door corona. Dat stond op Facebook. Facebook is dat niet voor oude mensen. En er klopt niks van. Met mij is hem al geweest. Al een week geleden. Ja, mijn brave kinderen komt hem als eerst. Dag, hè. Lieve Sinterklaas. Door uw schuld heb ik moeten liegen tegen de buren. Maar als je erop komt... Dan heb ik toch eigenlijk niet gelogen. Voor de rest ben ik nu toch braaf geweest. Dus, komt je nog? Alsjeblieft. Zie de maan schijnt door de bomen, voor de rest zie ik niet veel. Zou de goede Sint wel komen, of blijft hij in zijn kasteel? Niets te zien in onze steeg, alle taken blijven leeg. Moest de Sint hier nog niet zijn, of zit hij nog in quarantaine? Allerliefste Sint. Het zijn hier 2 deugnietjes, die 2 baljasjes. Sommige deden al te oud zijn Sinterklaas, maar dat is niet waar. Mentaal zijn wij nog jong, nog heel jong. Mama zegt dat ik heel kinderachtig ben. Dus dat zit allemaal nog goed. Komt je dan ook nog bij mij? Zie de maan schijnt door de bomen, ik zet mijn schoen al bij een kou. Volgens mij gaat hij niet komen, want wordt het een triestig jaar. Ik ken niemand die iets kreeg, alle harten blijven leeg. Voelt hij zich dan niet zo best, of is hij positief getest? Beste Sint en Pieps, hoe zit het? Hoe zit het? Is het nog voor dit jaar? Of moeten we tot kerst wachten? Of erger nog met een G geen CH, volgend jaar moet ik nog zo lang braaf blijven? Rij nu niet alsjeblieft ons huis voorbij en maakt dat je hier bent. Middellange ei. Ik ben altijd braaf gebleven, oké, dan was het overmacht. Want er viel niets te beleven, en wat heeft dat opgebracht? Lukt dan in een nummer 2, en verplicht veel meer congé. Ook al klinkt dat niet zo zwaar, heel het jaar was toch wel zwaar. Hoor ik op, dan ben je daar, of kom jij pas volgend jaar? Hij is iedereen eindelijk gaan slapen. Ik kan niet de hele nacht blijven wachten. Zo, slaap wel, brave kinderen.